Mijn volgende gast, die viert dit jaar 25 jaar schrijverschap. Hij schreef 10 romans met ook Rusland als decor. En volgende week verschijnt zijn nieuwe boek. Dat heet Van Huis en Haard, dagboek van een jaar op drift. Welkom, Pieter Waterdrinker. Dankjewel. Van Huis en Haard. Het boek bevat eigenlijk een beschrijving van dat jaar dat je... We hebben besloten te tutoyeren, ja, overigens, zeg ik er even bij. Dat je besloot, ik ga weg uit Sint-Petersburg. Ik kan hier niet meer blijven wonen. Ja, onder andere. Het is een boek over ontheemding, zou ik maar zeggen. Een turbulent jaar. Ik heb mijn afgelopen kwart eeuw is mijn leven... mijn persoonlijke leven, privéleven, literaire leven... verbonden geweest met Rusland. Waarbij ik dan bedoel... eigenlijk ook de voormalige Sovjet-Unie. Want ja, ik liep in Sint-Petersburg of Moskou net zo makkelijk rond... als in Odessa of in Kiev of in Tashkent. Mm-hmm. Toen brak die criminele misdadige oorlog uit. En mijn vrouw en ik hebben toen besloten dat we daar niet langer wilden wonen. Permanent ook, omdat mijn vrouw natuurlijk de Sovjet-Unie heeft meegemaakt. En toen ik haar leerde kennen, eind jaren 80... zei ze van, ja, ik heb Duits gestudeerd. Ik ben nooit in Duitsland geweest. Ik zal er ook nooit komen, want ik woon in de grootste gevangenis op aarde. Dat was de Sovjet-Unie. Ja. En die angst dat alles weer terug kan gaan... en dat het land weer afgesloten wordt, die zit er altijd. Die is levensgroot. Wat mis je het meest? Oh, ja. De omgeving, de natuur, de mensen, de cultuur. Het is ongelooflijk... ingewikkeld om nu te praten over het land waar ik mij aan verweven heb. Het is ongeveer... Het is not done. In het boek haal ik ook mijn innig betreurde vriend Alexander Munninghoff aan... die ik heel goed heb gekend. Wij hebben de laatste jaren als schrijvers hebben op de Wolga... lezingen gehouden voor Nederlandse lezers. Vertellend over de Russische cultuur, over het Mariinsky Theater... over Tchaikovsky, over Gogol, over Pushkin, over al die... prachtige zaken die de Russische literatuur heeft voortgebracht. En dat is eigenlijk allemaal te grabbel gegooid? Het is te grabbel gegooid. Door deze misdadige oorlog is er een zwarte ton alles ingegooid. En het is eigenlijk hetzelfde als ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dat je de loftrompet gaat blazen, heet dat geloof ik, over de pracht van het Zwarte Woud. Of over het theater, de opera in Dresden, die nog niet plat gebombardeerd was. Ja. Het is not done. Want als je iets positiefs zegt over Rusland of over de Russische cultuur... dan valt dat op dorre aarde op het ogenblik. En volstrekt begrijpelijk. Ik bedoel dat ze in Oekraïne de standbeelden van Pushkin of Catharina de Grote... aan de poten willen wegzagen en in de Zwarte Zee willen donderen... begrijp ik 100%. Ik bedoel, dat land is bezet, er worden gemoord, er wordt geplunderd. Het is een ongekende misdaad na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat begrijp ik helemaal. Toch... denk ik dat we altijd, zeker deze gruwelijke achtergrond... altijd ook de nuance in de gaten moeten houden. Maar op het moment dat je dat doet, loop je het risico... dat je eigenlijk gewoon zelf in een zwart gat trapt. En toch zullen we dat, denk ik, toch moeten doen. Oké, je schrijft over een bepaalde politica. Zij heet Valeria Novodvorskaya en zij zegt over het communisme... ik dacht altijd dat het volk het slachtoffer was van het systeem... Maar zo is het niet. De communisten waren een afgeleide van het volk. Ja. Wat bedoelt ze? Nou, ze bedoelt natuurlijk... We hebben 70 jaar Sovjet-Unie gehad. Hè? Een gruwelijk regime met miljoenen, tientallen miljoenen doden. En ze leeft overigens niet meer. Maar deze denker, schrijver, filosoof heeft gezegd van... ja, dat kwam door het systeem. Toen ze dus na de val van de Sovjet-Unie zag wat voor een... toestanden er bestonden in Rusland op het gebied van corruptie en mensenrechten... zei ze, ja jongens, nu hebben jullie eigenlijk alle mogelijkheden... en nog creëren jullie opnieuw dit systeem. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het volk zelf, het Russische volk... als het ware dit soort zwarte regimes baart. Nu moet ik zeggen dat als je de Russische geschiedenis gaat bekijken door de eeuwen heen... vanuit de tsarentijd, de Sovjet-Unie en tot op het moment van nu... zou je kunnen zeggen dat het land veroordeeld is tot een criminele dictatuur. Dat is de makkelijkste analyse. Maar dat er een ander land mogelijk is, ook in Rusland, hebben we gezien. Eventjes. In de jaren 90 onder Jeltsin. De Sovjet-Unie viel uiteen.
Er kwam dat enorme experiment van het kapitalisme op Rusland af. En ja, het was gigantisch corrupt. Al die oligarchen die we nu kennen, die werden hemeltje rijk. Jeltsin was ook zo corrupt als voorheen de leiders in Oekraïne bijvoorbeeld. Het komt natuurlijk uit die mal van de Sovjet-Unie vandaan. Maar er was in ieder geval vrijheid, zeker van op het gebied van pers. Op televisie, er kon gezegd worden wat je wilde. En met de komst van Poetin in 1990 is dat experiment afgekapt. Ja. En ja, tot op nu is het vervorderd tot een fascistische dictatuur, zou je kunnen zeggen. Maar het is mogelijk. Je zou kunnen zeggen dat het Oekraïne van nu of van voor de oorlog, als het ware heel erg veel overeenkomst had met het Rusland van vlak na de uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Wat zij dus zegt is eigenlijk, elk volk krijgt het systeem dat het verdient. Of in jouw woorden, het volk baart zijn eigen leider eigenlijk. Dat leidt ook tot de vraag, zeker in deze situatie met de oorlog, die criminele oorlog die gaande is. Ik citeer jou weer. Wat neem je de Russen kwalijk? Oh, heel veel. Ik denk dat ik heb heel veel nagedacht natuurlijk. Ik ben 2 keer terug geweest in Rusland. Ik ben ook toen je flat achtergelaten had. Ja, ik ben 2 keer voor allerlei zaken. Ik ben ook naar Oekraïne geweest, zoals je weet. En zoals ik in het boek ook beschrijf. Ik zit daar met mensen die bijvoorbeeld Memoriaal hebben opgericht. De mensenrechtenorganisatie die de misdaden onder Stalin hebben onderzocht. Ja? Maar ook met gewone Russen die, net zoals jij en ik, naar hun werk gaan en eigenlijk niets doen. Wat je het Russische volk zou kunnen kwalijk nemen is wat je eigenlijk ook het Nederlandse volk zou kunnen kwalijk nemen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de onverschilligheid. Heel veel mensen begrijpelijke wijze in Rusland die door de eeuwen heen altijd zo weinig mogelijk met de macht te maken hebben wilden hebben, zeggen van oké, wacht maar tot deze bui overdrijft. En collectief zou je die collectieve onverschilligheid, het Russische volk kunnen kwalijk nemen en neem ik ze ook kwalijk. Aan de andere kant is het ook zo. Ik zit bijvoorbeeld daar in Moskou met een oude vriendin en die gaat naar haar werk. En ik zeg van, ja, jullie moeten in opstand komen. Zegt ze, ja, als ik de straat op ga, wat kan ik doen? Als ik alleen maar zo ga staan met mijn handen, word ik al opgepakt. Ja. Zeker hier in Amsterdam, heel veel vrienden uit mijn omgeving, wil ik maar zeggen, journalisten, die stellen dat ook. Waarom komen die Russen niet in opstand? En dat zijn dezelfde mensen die bijvoorbeeld morgen naar hun werk gaan op een redactie van een krant of zo, en niet eens tegen hun baas durven te zeggen dat heel veel dingen hem niet zinnen. Ja. Dus het is makkelijk om te zeggen van dat Russen meer zouden moeten doen. Maar die vraag is eigenlijk ook een soort doodlopende weg. Ja, nou, doodlopende weg niet. Kijk, we hebben nu te maken met deze oorlog. En die is nog, zoals het eruit ziet, nog lang niet voorbij. We zullen over de tijd heen moeten nadenken. Hè? Er wordt nu heel veel, terecht ook, de Zwarte Piet gespeeld van, zijn we in het verleden niet, handel dus wandel bijvoorbeeld, te veel meegegaan met Rusland, met Poetin. Onlangs stond er nog een goed stuk van Arne Brouwer, een van de voortreffelijkste analisten die we hebben, in de Volkskrant van, ja, door die handel en wandel hebben we ons eigenlijk ingeluist. En hij heeft daar een sterk moreel oordeel over. Dat kan ik wel waarderen en accepteren. Maar als we, de Duitsers zeggen wenn schon, denn schon. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Al de fouten die we dan in retrospectief naar Rusland hebben gedaan, die maken we dus nu ook naar China. Dus dan moeten we nu zeggen, jongens, we houden alle handelscontacten naar China kappen we af. En niet zo direct als wat God mogen verhoeden, maar wat zeer waarschijnlijk is, dat Taiwan wordt omsingeld of aangevallen. Want we doen nu precies hetzelfde. Ja. Er wordt ook veel gezegd over Rusland. Ja, het was een soort sociaal contract, hè, wat Poetin had afgesloten met de Russen. Ik zorg voor voldoende welvaart. En jullie gaan dan niet vervelende dingen zeggen over mensenrechten of over dingen die ik in het buitenland uitvoer. Dat sociale contract, heeft Poetin dat eigenlijk niet zelf nu opgeblazen? Oh ja, ja, allang. Dat is zo. Maar zou je dan niet moeten zeggen, dat contract, dat is aan zijn einde, dus nu geldt een andere werkelijkheid? Ja, er is een andere werkelijkheid, maar het is bizar. Ik ben 2 keer naar Rusland teruggekeerd. Loop ik in een park in Petersburg of in Moskou en zie daar mensen lopen met kindertjes, alsof de normaalste zaak van de wereld is, hè? Het leven gaat door. Ik was in Odessa, waar ik ook in een park liep. En daar liepen ook dezelfde vaders en moeders met hun kindertjes. Terwijl even verderop de oorlog gaande was. Ik was op het moment dat die aanslag in Dnipro was. Ik schrijf daar ook over in mijn boek. Die gruwelijke aanslag in Dnipro, flatgebouw werd ingestort.
En dezelfde avond zat ik in mijn hotel en werd daar een enorme verjaardagsfeest gevierd. Met spuitende flessen champagne enzovoort. Bij elke oorlog gaat het leven altijd door. Dat het leven normaal doorgaat in Rusland, terwijl het regime dat zij toch in stand houden, zo'n gruwelijke oorlog voert, is niet te bevatten. Maar tegelijkertijd gaat het ook het leven ook in Oekraïne overal, door. Ja. En die krankzinnige werkelijkheid, die is eigenlijk gewoon niet te vatten. Je bent misschien dat snap ik helemaal wat je zegt. Je bent misschien ook een van de weinigen die in die periode en in Kiev is geweest en in Sint-Petersburg. Ja. Je bent dus teruggegaan ook naar Oekraïne. Je wilde naar Bucha, waar die massaslachting meer aan het begin van de oorlog heeft plaatsgevonden. Wat zocht je daar? Oh. Dit jaar is het boek heet ook Op Drift. Ik ben vanuit Frankrijk de wereld overgegaan vanwege mijn boeken enzovoort. Maar terwijl ik een normaal leven leidde zoals iedereen doet, zat ik in mijn hoofd steeds natuurlijk in Rusland en in Oekraïne met name. Elke dag, elke minuut van de dag was ik daar mee bezig. Ik heb de eerste oorlog, zeg maar de aanloop van de oorlog in 2014 als correspondent verslagen. Hè, op de Krim, op de Maidan, in Donetsk enzovoort. En ik voelde mij moreel verplicht om überhaupt daarbij te zijn. Ik voelde me ook machteloos dat ik eigenlijk geen beroepsmatig iets meer kon doen om het leed, zou je kunnen zeggen, van de oorlog te verzachten. Je helpt wat vrienden, mm-hmm. De persoonlijke sfeer. Maar daar bleef het ook bij. En ik was dus 2 keer naar Moskou teruggegaan. En uiteindelijk ben ik dus ook naar Oekraïne gegaan. Om te zien wat er wordt aangericht onder de mensen. Om de mensen zelf te spreken, om te horen. Ja. Bucha zal, wat er ook nog mogen geschieden, hè, hierna in die oorlog. Want dat is nog niet afgelopen. Het zal altijd een van de grote dieptepunten zijn van deze oorlog. En dus ik wilde dat bezoeken. Ja. En wat mij dan ook opviel. Wat mij even, als ik je mag onderbreken hier in Bucha. Zei ik net daar ook Bucha? Of zei ik per ongeluk Bachmoed? Bucha, gelukkig. Ja. Er is een scène. Ja, een scène. Het is echt gebeurd. Ja. Maar je beschrijft het. En je zit bij een taxichauffeur in de auto. En dat is blijkt nogal een onguur type te zijn. En vertel even hoe zich dat ontwikkelde. Dat gesprek met die taxichauffeur en... Ja, daarom is het ook altijd goed om te reizen. Hè, om getuige te zijn van de geschiedenis. Die prachtige boeken van Pastowski bijvoorbeeld, die over de Russische revolutie werden geschreven. En dan las je dat en denk je, hoe kan het dat hij er allemaal bij was? Je moet er gewoon naartoe gaan. Ja. Zo ben ik dan naar Bucha gegaan en ik had een taxichauffeur en die sprak Russisch. En we denken natuurlijk dat het hele land alleen maar ook wil vechten, dat alle mannen willen vechten. Yeah. Maar ook daar bestaat angst en daar bestaat ook een twijfel, zou je kunnen zeggen, over wat er in het land gebeurt, wat er in de wereld gebeurt. En deze man wilde niet vechten. Wat hij zei is, ja, we hebben een gruwelijke oorlog en dat Poetin zo snel mogelijk mogen creperen. Maar zelf ga ik mijn leven niet in de waagschaal stellen. Want hij had dan een crimineel verleden. Maar hij zei, ja, de verschillen tussen arm en rijk waren voor de oorlog ook hier heel enorm groot. Hij sprak letterlijk over muren tussen arm en rijk. Zoals je dat ook in Rusland hebt. Letterlijk muren waar de rijken wonen. En de dus waarom zou ik voor de rijken gaan vechten? En waarom zou ik voor de rijken gaan vechten? En dat is een nuance die ik zelf niet had bevroed. Omdat ik dacht van ja, en dat idee krijg je natuurlijk als je het Westen bent. Dat iedereen is bereid om te vechten. Maar heel veel mannen, of er zijn ook mensen in Oekraïne die daar bedenkingen over hebben. En zo zie je dus hoe de oorlog zich werkelijk voltrekt op bepaalde plekken. Als je er naartoe gaat en als je met de mensen praat en het hoort. En waar wij het eigenlijk voor een groot deel in dit gesprek over hebben, is natuurlijk een heel zwaar begrip wat een oorlog met zich meebrengt. En dat is die schuldvraag ook. Ja. Jij op een gegeven moment in je boek vraag je je ook af, zijn alle Russen schuldig? Is Julia schuldig, je vrouw? Ja. Ben ik schuldig? Ben je eruit gekomen? Nee, maar de vraag stellen is op zich al iets wat me zeker bezighoudt. Kijk, uiteindelijk van huis en haard, wij zijn uit Rusland weg. Maar ook de weinige familie die we nog hadden, en zeker alle vrienden, zijn ook weg. Mijn schoonfamilie heeft het geluk, ja, het geluk tussen haakjes, dat ze Joods zijn, dat ze naar Israël kunnen gaan.
Ik was ook in Jeruzalem en daar kwam ik een kennis van mijn vrouw tegen, een vriendin van mijn vrouw, die heeft een klein boekhandeltje in Jeruzalem. En die zei, ja, ik was in 2012, 2013 was ik journalist in Moskou. Ik stond daar te demonstreren tegen Poetin enzovoort. Ik was journalist, maar tegelijkertijd was ik ook door de koorts van de vrijheid in die tijd aangeraakt. Want we konden opeens reizen, we hadden wat meer geld enzovoort. En in retrospectief zijn we misschien verdoofd geraakt door wat er gebeurde. Een journalist zei ook van, ik heb de soldatenlazen niet gehoord. Ik wist precies wat er in Rusland zich afspeelde. Ik zag dat langzamerhand wegglijden. Tegelijkertijd was er altijd nog een soort hoop dat het anders zou kunnen gaan. Want wat ik vertelde, Rusland is in een andere plooi van de geschiedenis terechtgekomen als Oekraïne. Maar ze waren, zeker ten tijde van de Sovjet-Unie, samen. Hè, toen er inval was in 1956 in Boedapest of 1968 in Praag, ja, was dat het Rode Leger. Dus er zaten ook Oekraïners en Letten bij enzovoort. Er zullen honderdduizenden voetnoten worden gezet. Maar die vriendin van mijn vrouw in Jeruzalem zei, ik was verdoofd en misschien dronken. Ik heb de voetstappen van de laarzen niet gehoord. En ik weet niet hoe ik hier gepresenteerd ben als Ruslandkundige, maar ook collega's zoals Hubert Smeets en andere mensen die zoveel over Rusland hebben geschreven. Ik wist, toen ik op 2014 op de Maidan stond, dat die opstand zeker repercussies zou hebben, geopolitiek gezien. Mm-hmm. Dat kon je voorspellen. Ik wist ook vlak voor het begin van de oorlog dat Poetin zeker in de Donbass iets zou doen. Maar dat hij deze massale, criminele, Eerste Wereldachtige oorlog met genocidale trekken zou uitvoeren. Dat heb je. Ik had het niet verwacht. Daarom iedereen die een petje van Ruslandkundige op had, nou ik ook. We gooien het in de greppel. Want de werkelijkheid, ik ben ook romancier, is zo krankzinnig dat de fictie eigenlijk de werkelijkheid over heeft genomen. En we hebben te maken met een zwarte roman, met een film als James Bond. Alle James Bond films liepen goed af, behalve de laatste, helaas. En er is nu een offensief aangekondigd van Oekraïne. Poetin heeft gezegd, ik ga de Donbass in het voorjaar veroveren. Is mislukt. Nu staat Oekraïne klaar om een tegenoffensief te beginnen. Ja. Als een soort Maginot-linie hebben de Russen zich ingegraven. En het is echt nu de kans erop of eronder voor Oekraïne. En we kunnen alleen maar voor het Oekraïnse volk het beste hopen. En dat zeg jij ook als iemand die houdt van Rusland en die daar een heel groot deel Zeker. Van zijn leven heeft. En ik wil ook zeggen dat heel veel Russen die ik ken ook hetzelfde hopen. Okay. Ik hoop dat je nog een keer weer terug kan naar dat land. En dat Okay. goed. Dat gesprek voeren we nog, hoop ik. Dankjewel, Pieter Watering.